voedsel hoor ik al van elke partij dat er meer robuust en meer duurzaamheid moet zijn en dat er meer natuurinclusief moet worden geproduceerd. Maar kennelijk slagen we daar nog steeds niet in om dat te doen. Nou hebben we een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En die zegt heel duidelijk, er moet echt een kanteling komen. Een kentering komen. Als het gaat om de ecologische houdbaarheid, dan moet het consumptiegestuurd overheidsbeleid gaan komen. Als het gaat om de volksgezondheid, dan moet het productiegestuurd overheidsbeleid komen. Nou zit het met betrekking tot die consumptiegestuurd overheidsbeleid, zit het niet snor. Daar is in feite geen beleid op. En ik hoor ook bij de bijdragers die we ook hebben gelezen, dat daar dus geen, dat daar aandacht voor gevraagd wordt. Ik zou graag van de heer Eresman, maar ook van anderen die hier aanwezig zitten, graag willen weten, wat kan de overheid doen om inderdaad die overgang van minder vlees eten, om die beter te kunnen sturen. Vinden jullie inderdaad dat de overheid daar een taak in heeft, zoals ook de Wetenschappelijke Raad dat vindt? En zo ja, wat zal de overheid daaraan dan kunnen bijdragen? We inventariseren even eerst de vragen en dan krijgt u de beantwoording voor u. D66, mevrouw Kozakaya. Voorzitter, dank. Voorzitter, enerzijds onze grondstoffen zijn al eindig. Anderzijds willen we de wereld ook voeden. Enerzijds willen we niet op kwantiteit, maar op kwaliteit. En dat is best een spagaat. En ik zou daar toch, en zeker als je de consumenten.